Nummer 1. Ja, alsof er zeg maar een nucleaire oorlog is geweest en dit zeg maar het resultaat is geweest. Ik vind het mooi. Past die daar? Ja, tuurlijk. Dit is slechts één van de 23 ontwerpen voor het kunstwerk van Van der Laan voor op de pilaar boven de parkeergarage op het Mercatorplein. De inzendingen verschillen flink van elkaar. Van een Eberhard in mozaïek tot aan een grote tekst die misschien wel bedacht is door een opticien. En dat je dan moet gaan kijken, ja, welke letters kun je wel zien? Vanaf 3 december mogen Amsterdammers gaan stemmen, maar we laten Anna Stolerova van het Street Art Museum er alvast een blik op werpen. Dat is mooi, dat is lief. Misschien ook dat past met de architectuur. Het past met de kleuren. Het doet me denken aan een kerst-ets waarvan ik denk, nou nee, dat is te ouderwets. Het stadsdeel geeft de ontwerpers veel artistieke vrijheid, maar toch moet het kunstwerk aan een paar dingen voldoen. Het moet ongeveer 4 bij 5 meter groot zijn. En belangrijker, Van der Laans befaamde uitspraak, zorg goed voor de stad en voor elkaar, moet erin verwerkt zijn. Amsterdammer Paul Fennis had wel een idee. Hij maakte ooit een foto van Van der Laan op het Mercatorplein en dat werd zijn ontwerp. Ik stond ongeveer 10 meter hier vandaan en hij stond in het midden van het plein. En daar heb ik een fotoserie van gemaakt. En toen kwam deze wedstrijd, of deze ontwerpwedstrijd, toen heb ik een van de foto's genomen. Waarop Eberhard het plein opent, 8 jaar geleden. En dat vond ik wel passend. Propaganda. Het is een poster, het is Stalin, het is Poetin. Het is power. Hij staat er gewoon krachtig en betrokken op. En omdat die uitspraak ook zegt, zorg goed voor onze stad. Die kiezen is de vierde. The romantic one. The romantic one. Deze, als je vergelijkt, heb je en de man en de tekst. En hier valt toch de man weg. Dus overal hoop ik dat het deze wordt. Ik vind dat dit precies lijkt als Obama. Wat denk jij? Tja, over smaak valt niet te twisten. Als u nou een geniaal idee heeft, dan kunt u dat nog inzenden tot 25 november.